We zijn weer een stukje verder. Voldoet dat nog aan het goede werkgeverschap wat we willen uitdragen? In hoeverre bied jij een dusdanig aantrekkelijk alternatief als vervanging voor wat mensen nu hebben? Wij hebben een mobiliteitsvisie ontwikkeld. Wat voor reisafstanden maken mensen en hoe kunnen we andere vormen van mobiliteit inzetten buiten de auto? We maken best wel kilometers met elkaar. We weten allemaal dat er heel wat uitstoot veroorzaakt wordt door autoverkeer. En eigenlijk wat we willen is ons stukje daaraan bijdragen door waar we kunnen onze uitstoot te verminderen. Dat is eigenlijk de hoofddoelstelling wat mij betreft. Zorgen dat we wel kunnen komen waar we moeten komen. Maar dat op een zo zuinig en mogelijk manier doen, met zo weinig mogelijk CO2-uitstoot. Op de korte termijn gaan we eigenlijk proberen om te stimuleren om mensen andere vormen van mobiliteit te laten gebruiken. We hebben bijvoorbeeld een shuttlebusje als pilot draaien. We hebben een aantal fietsen bij verschillende stations neergezet. Hier ook bij Henk Sneevliet op de Zuidas, op de Lelylaan. We hebben poolauto's op beide locaties staan. Ja, de plannen voor de lange termijn die zijn eigenlijk ook gestoeld op het meer inzetten van andere vormen van mobiliteit. En niet meer zozeer gebaseerd op functie of status, maar meer gebaseerd op functionaliteit. Dus een auto wordt bij voorkeur alleen maar ingezet op het moment dat je hem echt nodig hebt voor je werk. Dus ook daarin zullen we veel meer andere vormen van mobiliteit stimuleren. We willen onderscheidend zijn en aantrekkelijk zijn voor medewerkers. Wij vinden dat we met onze nieuwe huisvesting heel veel lef en moed hebben getoond om in dit gebied iets neer te zetten waarmee we hopelijk ook de omgeving in het gebied gaan meenemen. Dus het gaat om kwaliteitsbevordering. En wij hopen dat ook met een stukje mobiliteit te doen. Dus we willen heel graag onze invloed uitoefenen op het klein stukje beter maken van de wereld. De rol van Breikers daarin is dat zij ons gedurende het hele traject, zowel gedurende mobiliteit korte termijn als mobiliteit op de lange termijn, hebben ze ons geadviseerd op allerlei vlakken. En met name ook ten aanzien van de besluitvorming voor het bestuur. Ja, voor de korte termijn zijn we heel blij met het resultaat. We merken gewoon dat mensen veel vaker de fiets pakken of veel vaker even een stukje met de metro gaan en openbaar vervoer pakken. Dus dat is sowieso natuurlijk goed voor deze wereld. Maar het is ook heel erg goed voor de gezondheid van ons allemaal.